Jong Oranje, het team dat komende zomer het EK speelt in Israël. En wat moet je weten over dat team? Nou, om te beginnen wie het doel verdedigt. Jeroen Soet, een hele goede keeper. Kijk mee, dan stelt hij zich even voor. Hoi, ik ben Jeroen Soet, ik ben 22 jaar, keeper bij Jong Oranje en er zijn 5 dingen die je over me moet weten. Eén, ik ben 1,91 meter. Ik denk dat dat voor een keeper een redelijk goede lengte is. Ik kan het goed gebruiken bij voorzetten en om hoge ballen te pakken. Ja, dat is als keeper zijn je wel belangrijk. Twee, ik speel bij RKC en dit is mijn tweede seizoen dat ik verhuurd ben. Ik sta eigenlijk onder contract bij PSV en mijn contract loopt daardoor tot 2014. Mijn doel is om daar onder de lat te komen te staan. Drie, mijn keeperstrainer bij RKC is Ed de Goey. Hij heeft bij Feyenoord gespeeld, bij Chelsea en bij het Nederlands elftal. In de afgelopen 1,5 jaar heb ik veel van hem geleerd en nog steeds leer ik veel van hem. Ook kijk ik veel naar de Champions League wedstrijden, waar ik ook veel van keepers kan leren. En ik kijk natuurlijk ook naar alle andere wedstrijden die op televisie zijn. 4. Op dit moment ben ik eerste keeper bij Jong Oranje. We hebben ons geplaatst voor het EK in Israël. Ook ben ik al een keer opgeroepen voor het echte Nederlands elftal. Dat was mooi om mee te maken, maar mijn doel is natuurlijk om uiteindelijk daar ook te gaan spelen. 5. Wil je later ook Oranje halen, is het belangrijk dat je goed luistert naar je trainers. Plezier hebben in het voetbal is ook heel belangrijk. Maar natuurlijk hard trainen en goed je rust pakken is ook belangrijk. Hiermee kun je de top halen.